staan hier op Noorderhelling, onderdeel van het Stadionpark. Hier was vroeger een PNR. We zagen dat de PNR goed gebruikt werd. En we verwachten ook in de toekomst dat die nog meer gebruikt gaat worden. Dus hij groeit eigenlijk uit zijn jasje. Dus de wens was hier om een PNR te maken met meer capaciteit. Tegelijkertijd hebben we te maken met het nieuwe stadion. En de Gamma, die naast het Varkenoordse viaduct ligt, die staat eigenlijk op de geplande middenstip van het nieuwe stadion. Dus daar zochten we ook een andere plek voor. En die plek hebben we gevonden hier op de Noorderhelling. De meeste mensen kennen dit gebied voornamelijk vanwege de Shell en de Mac aan de Stadionweg. Geen zorgen, het pompstation en de hamburgertent blijven gewoon staan. Wel gaat architect Wim de Bruin ervoor zorgen dat de Gamma en PNR makkelijk in gebruik zijn en er natuurlijk ook een beetje fraai uitzien. Ik heb vaker Gamma's gemaakt. Mensen verbaasden zich er wel eens over dat ik een in principe niet sexy gebouw als een Gamma wil ontwerpen. De opgave die hier lag was toch eigenlijk wel een hele bijzondere, want wij gingen niet alleen een Gamma maken hier, maar we gingen hier ook een PNR maken. En je moet je voorstellen dat als je een parkeergarage van 500 plaatsen moet combineren met een bouwmarkt, dat is natuurlijk zo'n ongebruikelijke combinatie dat je daar eigenlijk wel iets heel bijzonders van moet maken. Boven komen 3 lagen voor de parkeerplaatsen. Deze zijn verpakt in een wikkel. En dat is in dit geval een lange aaneengesloten sliert van verlichte panelen. En dan vervolgens pak je die doos van de Gamma, want de Gamma is niet meer dan een doos met een mooie voorkant. En die schuif je als het ware onder die vloer en in die wikkels. Dan plotsklaps ontstaat er een symbiose van waarbij zowel die doos van de Gamma heel herkenbaar is, Gamma blij, maar waarbij het evident is dat je ook naar een parkeergelegenheid rijdt als je er langs komt. En dan is de gemeente weer blij. We zitten hier niet voor niks in wat wij altijd Klein België noemen. Bedrijfterrein met hele uitgesproken reclame. Nou, dat hoort hier ook wel een beetje bij. Het is bijna een Amerikaanse plek hier. Ja, en dat hebben we hier dan ook wel gedaan, maar ik denk wel veel chiquer. Er gaan 500 parkeerplaatsen komen. Er komt een bouwmarkt in van 4500 meter, dus een lekkere grootte. En wij streven ernaar om in oktober 2021 het gebouw hier... Nee, we hopen het in september 2021 te openen. Ja, september. Maar dat is een enorme uitdaging, dat kan ik wel vertellen. Behalve het openen van de bouwmarkt staat ook het opleveren van de parkeergelegenheid op de planning. En die heeft in tegenstelling tot de oude PNR Noorderhelling een aantal bijzondere extra's. Bijvoorbeeld voor het opladen van elektrische auto's, ook motorstalling en bijvoorbeeld wc's. En als je gebruik maakt van het openbaar vervoer, dan is de PNR zelf gratis. Ook zal de PNR gebruikt gaan worden als parkeergelegenheid voor supporters die naar de voetbalwedstrijden komen kijken. En zo kunnen we de overlast voor de wijken rondom het stadion verminderen. Het is niet de bedoeling dat mensen hier in de wijk gaan parkeren als alternatief voor de PNR, nu die buiten gebruik is. En we verwijzen mensen naar PNR's elders in Rotterdam.